super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survivor aflevering. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ben samen met een sappig mannetje. Maar wie precies? En ik wou mijn mouwen opstropen, maar mijn mouwen zijn zo lang. Kijk, daar ben ik wel even mee bezig. En deze kant ook, kijk. Dus dat gaat niet helemaal. Maar goed, ik ben een beetje overbelicht door de prachtige zon die daar op mij schijnt. Moet je kijken, wat een mooie flare, hè? Als ik het beweeg. Oh, die shader blijft gewoon super awesome. Maar goed, de gast heeft zich verstopt. En ik ga die persoon eens eventjes zoeken. En het zou heel erg mooi zijn als ik die persoon in één keer vind. Gaat dat dan ook gebeuren? Nee, want dan zou die hier ergens moeten zijn. Ik zit altijd weer gewoon in mijn hoofd. Dat stel voor, we doen verstoppertjes, zoals zeg maar nu. Van, hij zit vast op een plek waarvan je niet zou denken dat hij daar zou zitten. Snap je wat ik bedoel? Op een te logische plek zit hij dan gewoon. Ja! Yo, waar ben je heen gegaan? Ik ben hier weg. Beneden! Oh, hey, die was man, echt. Kom even terug. Oh, oh. Doei en zo, tot ziens. Waar ben je nou mee? Ja, waar ben ik nou? Oh, no. Hey man. Oh, geweldig. Ja, hou even maar. Oh, wow, wat doe je? Ja, wow, pas maar op, pas maar op. Als dier. Ah, nee. Niet doodgaan, niet doodgaan. Oké. Oké, goed zo. Oké, zegt hij. Hey Link, ik heb een paar dingetjes wat we even gaan doen. Jij bent al een tijdje niet meer geweest en er is veel veranderd hoor. Ja, ik kom hier serieus, ik ben in mijn verzwald. Ja, dat bedoel ik. Er zijn zoveel nieuwe dingetjes bijgekomen. Als je een paar afleveringen niet kijkt, dan denk je daarna alweer van wow. En ik heb ook een hele toffe reactie die wij eventjes gaan behandelen. En yes. Deze reactie, die is van niemand minder dan Peter Gaming. En die zegt, Enzo, ik heb je advies nodig. Ik vind een meisje leuk, maar ik weet niet of zij mij leuk vindt. Heb jij tips voor mij? Nou, wat zijn jouw tips, Enzo? Dus, ja, bereid je voor hoor. Peter is dus een jongen. Een meisje vindt Peter leuk en hij vraagt of ik tips heb om erachter te komen eigenlijk, want daar gaat het een beetje zo om. Om erachter te komen of zij hem leuk vindt. Oeh, ik zal je vertellen dat dit vond ik ook altijd echt het lastigste. Want soms, en dat doen jullie echt meisjes, niet allemaal, maar sommigen wel. Soms gedragen meisjes zich alsof ze je leuk vinden. En dan komt puntje bij paaltje en dan zeggen ze nee, ik vind je gewoon heel erg lief. En denk je van, ja, man, maar dat doe je nou zo. Ja, en dan denk ik, ja, maar wat was dat dan met die knuffel? En wat was dat nou met dat kusje op de wang? En wat was het nou met dit en dat? Dat liet allemaal zien dat je me leuk vond. Maar dat is gewoon helemaal niet zo. Je liet me gewoon een beetje rondlopen als een kip zonder kop. Ik dacht dat je me leuk vond. Je hield me aan het lijntje. En ja, dan zijn je gevoelens natuurlijk gekwetst. Dus dat is echt ontzettend moeilijk inderdaad. Dus wij gaan even gewoon nadenken, Link en ik, over hoe we jou kunnen helpen daarmee. Hoe kan je erachter komen dat een meisje jou leuk vindt? Je moet eerst gewoon het afspreken. Ja, dat lijkt me sowieso het allerhandigste. Als je gewoon zeggen van, yo, of gaan met een groep, zeg maar. Gewoon met meerdere mensen. Gewoon een stuk of vier of zo, weet je wel. Van jullie twee en nog twee mensen. En gaan gewoon afspreken en dan ga je gewoon een beetje kijken. Een beetje kijken. Dan ga je tegenover haar zitten en dan ga je zo. Ga ook kijken. Hallo, hoe is jouw date? Ja, zo een beetje. Dat is vast niet eng. Nee, natuurlijk niet. En ik zou dan zeker weten ook een keertje met haar apart afspreken. Gewoon met haar alleen. Want als ze dat wil, dan betekent het misschien al wat. Want je kan natuurlijk afspreken als vrienden. Maar als je dan zegt van, hey, zullen we samen naar de bioscoop? Ja. Ja, dat gebeurt soms wel eens als vrienden, maar dat kan natuurlijk ook iets anders gebeuren tijdens het film kijken, dat je zo langzaam met jouw hand zo naar haar gaat. Of je gaat uitrekken zo. Oh. Ja, stel voor ze wil het niet, dan zeg je, wat is er? Ik ben gewoon aan het uitrekken. Oh. Ja, je hebt natuurlijk allemaal van, oh, nu moet ik gapen. Oh shit. Sorry als jullie ook gingen gapen. Ik ga trouwens heel eventjes aan Link hier het een en ander laten zien. Link. Kijk, Enzo, ik ben hier boven. Oh, hey, hi! Kijk wat ik heb gedaan.
Wat heb je gedaan? Ja, oh kijk, my god, hij is... Ook... Typisch iets voor Link. Ja hoor, hij heeft de varken weer laten hangen. Ja, ik had hem... Kijk, dat doe ik dan zo. Nee, nee, nee! Je weet dat ik zoveel moeite heb gedaan hiervoor, hè? Yep. Ik had zin in een lekkere porkchop. Hey, kom eens even hierheen. We hebben hier het Valhalla van de uitbreidingen. Als je hier ingaat, dan breidt hij uit. Oké, okay. Nou handig. Ik ga toch een keer in en uit. Even ja, achter. Doe maar eventjes. De volgende aflevering mag je er pas weer in. Man. Ga die deur in de fik als het... Ja, dacht wel even van, oeh, dat was even schrikken. Maar ik ga het je... Ik ga het jou hier eventjes... blijft het nou hangen? Oh. Was het ijs geworden? Tada! Je hebt geen idee hoe het komt, hè? Die schoenen die ik heb. Oh, die schoenen die je aan hebt. Oh, ik heb ze nog steeds. Wauw. Ga ze dan hier eens overheen lopen? Oh nee, niet helemaal naar boven, want dan wordt het ijs... Nee hoor, kijk maar. Oh nee, toch niet. Nee, valt mee. Dus het werkt niet meer goed. Ik heb nieuwe schoenen nodig. Oké, okay, lol. Ja, in ieder geval, hier kan je dus alle items vinden. En ik heb wat hout nodig. En hout zit hierin. Ik heb wat sticks nodig. En met deze sticks ga ik even een nieuwe diamond pickaxe maken. Want die van mij is echt bijna kapot. Bonnie. Het is maar goed dat we de vorige keer diamonds hadden gevonden, Ronald en ik. Want anders dan was het niet goed gekomen. Ik heb hier ook dirt, hopsakee. Dus nou, zoals je ziet, alles is gewoon mooi in chesten neergelegd. Zodat je gewoon alles kan vinden. Een magma blok? Wat is dat nou weer? Ja, als je magma blok neerzet en gaat overheen lopen, dan doet dat auw. Oh, wat zou er gebeuren als met mijn schoenen eroverheen zou lopen? Met jouw schoenen? Wow, ja. Dat is een goeie. Met jouw schoenen waardoor alles van ijs verandert. Ja, probeer dat eens. Leg het eens neer. Zullen we hier neerleggen? Ja, ultieme test. Oké, ga erop staan. Zie je? Kijk, doe je spijn. Oh my god! Wow, Mythbusters! Holy yo, shit. Dit heb ik echt nooit geweten. Kijk, ik doe mijn schoen even af. Oké. Yo, dit is echt awesome. Ik dacht gewoon, weet je, iets heel doms. Ik zeg maar wat en het blijkt me gewoon nog waar te zijn ook. Wacht, waarom kreeg jij XP? Wat? Waarom kreeg jij XP? Kreeg ik XP? Ja, doe je schoen eens uit. Oké. Okay. En doe er eens aan. Oké. Okay. En daarna kwam een lucht uit de, XP uit de lucht vallen. Dat was echt heel erg vreemd. Thank you, God. Ja, je Maar goed, als het goed is, heb ik, dames en heren, een knolpower coin. Is dat... Oh, ik dacht heel even dat jij zat te trollen, maar dat is deze domme skeleton. Hopsakee, doodgaan jij. Ik heb 2 knolpower coins, dames en heren. Maak je klaar, want dit item maakt me blij. Maakt het je blij? Wat heb je? Nee, ik ga het geen eens vertellen. Dit item maakt me blij! Een monster egg. Heb jij die al ooit gesloopt? Ja. Ja, dat dacht ik al. Nou, dan gaan we die wel bewaren bij special items. Dan ga ik ook mijn knolpower point gebruiken. Oh my god, wat is het? Een silk touch. Een silk touch, episch. Die zouden we op mijn pickaxe kunnen doen, maar dat doen we natuurlijk niet. Ik ga hem even in de chest gooien. Laten we eens even zien. Ja, ik heb hier een speciale boekenchest. Ja. En laten we eens even kijken of we iets kunnen doen. Wow, die Elytra is al bijna voor de helft kapot, dames en heren. Dat gaat snel dan, hè? Ja, we hebben best wel lang eigenlijk, hoor. Ja, maar vanaf aflevering 1 natuurlijk. We zijn nu al aflevering 28. Maar goed, wat voor boekje kunnen we doen op... Oh, Fortune 3 kan ik doen op een pickaxe. Alleen, dan heb ik denk ik ook... Hé, we hebben hier nog een Frostwalker 2. Holy shit, dus die kunnen we ook op de boots doen, ja. Oh, cool. We hebben 2 keer Fortune 3... Maar we kunnen ook die Fortune 3 samen met een... Hoe heet het boekje ook weer? Waardoor je niet zo snel je Diamond Pickaxe kwijtraakt. Unbreaking, toch? Unbreaking. Die heb ik niet gezien, volgens mij. Dus dan is het denk ik een klein beetje zonde als we dat gaan doen. I think as well. Ja, ik ga even wat leuks maken. We doen hier wel even bij special. Dus bij de boekjes doe ik gewoon weer even deze stone. Wouter, die zit namelijk op zijn nieuwe account. En die heeft nog niet dat gedaan. Dus de volgende keer... En de volgende keer als Wouter meedoet, heb ik iets super tofs, dames en heren. Echt, als jullie dat zien... Oh, jullie gaan helemaal happy zijn. Ik weet het zeker. Ik heb trouwens even wat nieuwe torches nodig. Ik pak hier gewoon even wat... Oh, wow. Dit zit allemaal vol. Hé, welk level ben jij? Want hier kan je vet makkelijk levelen. Bijna level 8 ben ik. Oh, nou, kom hier maar even die hele overleg halen als je wil. Oké. Allemaal mooi. Hoppakee. Nee, deze ook wel.
Waar is de ovens? Hier zijn de ovens. Hier het Walhalla, daar verderop. Oh, daar. Oké. Okay. Yeah, man. Kijk, dan ga ik die torches gewoon even bij dat hout doen. Hotseflats. Kijk. Hotseflats. Hopsakee. Kijk, ik ben level 13,5. Kijk, dat dacht ik maar even. Dat gaat snel, hè, dan. Dat gaat snel. Gaat zeker snel. En ik heb even nieuw armor nodig. Dus ik heb even wat iron nodig. En we gaan even een nieuw helmpje maken. Want ik merk het wel, hoor. Dat als ik een armor item uit heb, dat ik dan gewoon sneller damage krijg. Nu voelt je naakt. Ja, ik voel me naakt. Ik voel me niet meer helemaal veilig. Zou jij ooit van je leven naar een nudistencamping gaan? Nee, ben niet van plan. Kom, we gaan op avontuur trouwens. En voor de mensen die niet weten wat een nudistencamping is. Een nudistencamping is serieus een camping waar iedereen naakt loopt. Ik ga alleen als jij meegaat. En waarom, Link? Waarom? Omdat ik jou ook knap vind. Een nudistencamping is dus serieus voor mensen die heel erg graag naakt willen rondlopen. En ja, ik kan het ze niet kwalijk nemen. Ik bedoel, ik zie ook wel eens vrouwen waarvan ik denk, zou ik ook wel eens rond willen Kimpy lopen. Hij zit buiten het hokje. Ja, Kimpy. Heb ik een beetje slecht gedaan. Oh mijn god, en ik gooi een ei precies op... Nou, laat ze maar lekker rondlopen. Nee, laten we hier naar beneden gaan. Ik durf het niet, Waar ben je? Het is al een tijd geleden dat ik me hier heb laten vallen. Tot ziens! Oh, het is gelukt, oké. Okay. Ja, Dit meen je niet! Dit bedoel ik! Wat een vos! Oh my god! Ik zei het nog... Oh nee, dat komt door jouw schoentjes! Nee! Nee, door jouw schoentjes! Natuurlijk! Waarom heb ik hier niet aan gedacht? Ik was serieus aan het wachten op het moment dat ik, als ik zou vallen, dat ik niet dood zou vallen. Maar dat is me alsnog niet gelukt. Door jouw schoentjes. Dit is toch niet te geloven, mensen. Dit is zo lelijk. Nee, de border. Oh, 38. 38, dames en heren. Oké, kan je het water maken? Ik kom naar beneden en ik hoop niet dat je mijn levels op hebt gepakt. Ik ben eigenlijk bang van wel. Ik heb al je items, ja. Ja, en welk level ben je nu? Ik ben nog steeds level 13. Oh, dan ligt mijn XP daar ergens nog. Heb je het weer water gemaakt of nog niet? Ja, het is water. Oké, ik kom nu naar beneden. Als het geen water is, hè? Nee. Kijk, het is sowieso een beetje risky. Ik denk dat we sowieso dit even moeten uitbreiden. Ja, ik zie je kijken als ik hierbij kom staan. Ja, oh my god. Even kijken wat welke items voor jou zijn. Ja, ik heb mijn items weer nodig. Thank you very much. Dit is zo lelijk. Ik had er nooit aan gedacht. Ik moet er wel een beetje om lachen, hoor. Ja, dat snap ik. Kijk, we moeten dit gewoon even wat breder maken. Want dan weten we gewoon zeker dat we goed zitten. Kijk, en ook daar. Gewoon voor de zekerheid. Laten we ook dit voor de zekerheid zo doen. Hoppakee. Kijk, zo is het helemaal mooi. Waarom krijg ik al jouw troep? Wat? Een hopper en shit? Een hopper had ik helemaal niet. Nou, dan heb je bij deze. Oh, wel vet voor eten, man. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat is wel relaxed. Hopsakee. Heb je hier wel veel gemind, ouwe? Ja, we hebben je al... Ga nou weg hier, want dan gaat weer dit van ijs. Ik zou mijn schoenen uitdoen. We zijn binnen. Schoenen ja, uit. Doe dat. Oké, laten we ergens een kant op gaan. Yeah. Waar we nog niet zijn wezen minen. Ik ga sowieso dit weer even minen, want ja, de XP kan ik nu wel goed gebruiken. Maar jij hebt sowieso mijn XP opgepakt, dat kan niet anders. Ja, dat zou ook best kunnen. Misschien twee levels erbij van heb gekregen, maar... Ja, wel raar, want ik was level 30. En dat je dan met twee levels erbij krijgt, is best wel oplichterij, zeg maar. Yep. Get scammed, kid. Get scammed. Maar goed, laten we dan gewoon eventjes kijken. Laten we deze kant uitgaan. Let's go that way. En als we dan hier zijn, dan gaan we hier wel gewoon naar deze kant of zo. Oh, ik weet het anders ook weer niet, hoor. Maar even terugkomen op die zielige Peter, die nu nog steeds eigenlijk niet weet. Ja, wel een beetje, maar ik wilde daar net gaan minen. Maar die nog steeds niet helemaal weet wat hij nou precies moet doen. We hebben goede tips nodig voor die jonge man. Ik ga het gewoon googlen. How to fix the ladies. Ik vind een meisje leuk, maar hoe weet ik of zij mij leuk vindt? Hoe heb je dat met D gedaan? Vertel. Signalen dat zij je leuk vindt.
Oeh, ik heb een site gevonden, dames en heren. Ja, ik heb een site gevonden. Google is je beste vriend of vriendin, wat jij wil. Dus als je Google niet leuk vindt, dan kan je nog altijd Google. Oké, laten we even... Nou, dat wil hij vast niet horen dat wij zeggen... Ja, Google kan je vriendin wel zijn. Even kijken. Ze speelt met haar haar. Oh, wanneer een meisje je leuk vindt... Laat ze dat onder andere merken door haar lichaamstaal. Oké, Peter, let goed op haar lichaamstaal. Ze kan bijvoorbeeld met haar haar spelen. Door haar haren... Door haar handen door het haar te halen. Dus zo... Oeh, jij wat langer haar, Link. Doe jij even de move. Oh. Ah. Dat geluid, Peter, zal ze waarschijnlijk niet maken. En als ze dat wel maakt, dan zit je meteen echt gewoon... Ja, next level. En dan wil ze gewoon veel meer dan alleen verkering. Maar goed, ik weet niet hoe oud je precies bent. Daar gaan we verder niet op in. Nee. ze zal misschien haar haar over haar schouder gooien. Dat laat Link ook wel even zien. Hoppa. Hoppa. Nou, dat zal ze duidelijk niet zeggen. Hoppa. Dat zal ze echt niet zeggen. Als ze dat zegt, dan zit je in de friendzone. Oh, dan ben je echt gefriendzoned. Dan vindt ze je niet leuk als ze zegt... Hoppa, hoppa. Nee, dan vindt ze je duidelijk niet leuk. Of ze zit met haar vingers een zo rond te draaien in haar haar. Dat doe ik Link ook wel even voor. Ik ben nu aan het doen. Ik dacht, ik demonstreer het even. Oké, als ze erbij zegt, ik ben het nu aan het doen, dan ben je ook gefriendzoned. Oké, dan ben je ook duidelijk gefriendzoned. Dat is van, hey, ik vind hem haar aan het ronddraaien. Ja, dan is er iets mis met haar, dat kan ik je vertellen. Dat doen meisjes niet. Oké, wanneer ze... dit is duidelijk een signaal dat ze met jou aan het flirten is. Dus haar lichaamstaal, let goed op haar lichaamstaal. Ze gebruikt haar lippen, dat is ook iets waar je aan kan zien dat zij je leuk vindt. Vrouwen gebruiken naast het spelen met haar haar ook hun lippen om een man te verleiden. Oeh. Het bijten of likken aan de lippen. Of het lippenstift opdoen. Langzaam eten of drinken terwijl ze bij je is. Zijn allemaal gebruikelijke signalen dat ze je leuk vindt. Dus nou ja, het bijten of likken aan je lippen doet Link ook wel even voor. Ik heb het net al voor gedaan. Oh, dat heb je allemaal voor gedaan. Waarom verbaast me dat niet? Hey, Diamonds! Hey. Yes, Diamonds, baby! Yo, super episch. Nice, Link. Goed gedaan. Hoeveel Diamonds? Wacht! Niet hakken! Ja, daar ben je nu te laat mee. Ik heb er 6. Oh my god, we hadden dan die fortune op de pickaxe moeten zetten en dan wachten. Alleen... Ja, wie schuld is dat nou, hè? Ja, nou, pas maar uit, hoor. Oeh, ik wou net schieten. Je was echt net op tijd. Oké, haar lichaam is naar jou gericht. Oeh, dat is dus ook een belangrijke. Let op haar houding. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Oh, Diamonds! Nice. Yes, oké, ik ga meteen terug en ik ga Fortune op mijn pickaxe zetten. En dan ga ik deze diamonds hakken. En dan hebben we echt superveel diamonds in één keer. En dat moeten we doen met meerdere diamonds. It's en cool, zover zijn we nog helemaal niet gaan graven. Dus ik denk dat wij echt heel veel geluk hebben deze aflevering. Ooh, en kom niet in de buurt van dit plasje water, want ik wil niet weer doodvallen. ik ga even door het mijnen. Oh, het regent buiten. Ik hoor het gewoon hier regenen, omdat het natuurlijk helemaal naar beneden valt. Mm-hmm. Oké, we nemen natuurlijk de lift. We gaan niet de trap nemen, dat is voor losers. Oh, lava. Okay, doodvallen ook, maar goed. ik moet me heel even focussen op het enchant, dames en heren. Focus. Even kijken, dan heb ik het boekje nodig. Kijk, Fortune 3, ja. En ik heb een anvil nodig, geloof ik. En hier is volgens mij nog de anvil. Yes. Echt bij de span of zo zit er eentje. Oh, heb ik wel genoeg levels? Oh, dit meen je niet. Heb je te weinig? Ja, je hebt 6 levels nodig en ik ben level 5. Oh, mooi. Moet ik komen? Nee, ik ga wel gewoon even die koeien even allemaal voortplanten met wat weed. Oh, ja, is cool. Dat werkt altijd supergoed. Kijk eens aan. Oké, daar komen koeien. Oh, ik heb een supercoole cape. Een hele kwaadaardige cape. Het is zwart met blauw. Ja. En dat laat zien dat ik heel erg gevaarlijk ben. Wat voor cape heb ik eigenlijk? Heb ik nog steeds die taart? Geen idee. Ja, als je die taart hebt, dat zou wel echt ziek zijn. Want dan heb je die al heel lang. Ja, want ik kan mezelf niet eens veranderen of zo.
Dan kan het goed zijn als die gast gewoon... In wat wil je jezelf veranderen? In een zombie? Of, Ja, of gewoon iemand veranderen in een piemel of zo, weet ik veel. Kan allemaal. Oké, weet je wat ik even mee ga nemen? Ik ga even hout meenemen, want we hebben sowieso een crafting table nodig daar. Mm-hmm. Maar anders dan... ik neem gewoon 4 mee, weet je zelf. Big spender. Want we hebben sowieso... we moeten sowieso die diamond pickaxe even veranderen. Alright, of die diamond pickaxe maken natuurlijk. Oké, ik kom er weer aan. Moet ik even in de juiste ingang. Hopsakee. Oké, dus haar lichaam is op jou gericht, dames en heren. Dat is ook belangrijk. Gaat ze met haar lichaam naar jou toe zitten? Merk je dat haar voeten jouw kant op wijzen wanneer ze met haar knieën over elkaar zit? Kantelt ze haar hoofd als ze naar jou kijkt of praat? Gaat ze blozen of kijkt ze verlegen weg wanneer je met haar praat? Is ze constant aan het glimlachen naar je en staart ze opvallend vaak met een intense blik naar je zonder dat er een reden voor is? Kun je hier met ja op beantwoorden, dan kun je erop rekenen dat ze interesse in je heeft. Wow. Nou Peter, als dat geen goede tips zijn, dan weet ik het ook niet meer. Peter is gonna get all the ladies. Yeah, ja. Nu heeft Peter gewoon hierna moeite met kiezen van alle chicks, man. Ja man, ze komen gewoon voor de deur van, yo, word een Peter. Echte playboy. Peter de playboy. Wow, ik heb gewoon 19 diamonds hierdoor. Echt waar? Ja, moet je nagaan hoeveel Fortune 3 dit met je pickaxe doet. Ja, en dat met is je echt diamonds. Sick, ouwe. Echt heel erg bizar. En ik ben nu ook redstone aan het hakken en ik heb er gewoon 1,5 stack redstone hierdoor. Nooit. Whoopsie. Oké, nou laat ik even... Oh my god, heb ik een crafting table meegenomen? 4 stuks, maar geen hout. Oh, wacht, ik heb nog 6 sticks. Mon. Niks ik had, aan ik had het handje. Denk ik ook al bij me. Ik had ook nog 4 plankjes bij me. Ja, dat boeit me niks. Oh, oké. Hey, ik kreeg ook gewoon vet snel de tering, man. Ja, holy echt. Shit, calm your tits, echt bro. Echt leuk. Oké, dames. Ik wil lief doen. Oké, dames en heren. Wow. Hey, silverfish. Wat? 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 Gewoon 3 silverfish. Dit is niet te geloven. Mooi, gezellig. Bam. Wow. Achievement. Oh, dit is hier nog een silverfish. Oh, wacht, kill jij deze anders. En er is nog een silverfish. Is dit een silverfish spawner of zo? Weet niet. Wat gebeurt hier? Oké, kom hierheen, kom hierheen. Allemaal mooi. Dan kan jij het killen. Oh, kijk, ik heb ze even... Oh, dit is een valstrik. Blijf daar. Hé, ik zei blijf daar. Oké, ze zitten hier achter. Kom een klein stukje terug. Ik ga voor jouw kant op. En als je me dan ziet, dan weet je dat je er bent. Oké, kom eraan. Wow, jij bent echt ver gegaan. Ik ben echt heel ver. Ik heb trouwens mijn controls niet goed, want ik wil, kijk, ik wil even inzoomen met de R. Ja? Dat vind ik veel fijner. Hallo. Hallo. Oké, kom deze kant uit. Oké, daar komen ze. Oh, ze zijn helemaal voor jou. Waar dan? Waar zijn ze gebleven? Je loopt gewoon tegen me. Nee, misschien zijn ze ietsjes verder. Dat moet wel. Hallo? Ze kunnen toch niet despawnen? Nee, ze kunnen in een steen gaan, hè? Oh, echt? Ja, tuurlijk. Ze kunnen ook weer terug in een steen gaan. Dus als je niet weet welke steen ze zijn gegaan, dan ben je de pineut. Oh, ik hoor ze wel volgens mij. Ja, hier! Waar? Oh. Oh, het duurde vet lang voordat ik die kapot had. Ja, hier! Kijk, ik heb hem! Oh, zit hij nou in deze? Hij zit in deze. Ze gaan de hele tijd van steen naar steen. Oh, ik heb ze. Ja, je hebt ze allemaal. Nice. Kijk, want nu heb jij binnenkort ook gewoon die 5. Je hebt er nu als het goed is 3. Dat is goed, hè? 3, ja. Dus je hoeft er nog maar 2. Dus dat schiet al aardig op. Hey, super nice, man. Ik had niet verwacht dat het... Ik hoorde nog wel meer. Ja, ik wou net zeggen. Ik hoorde ook nog meer. Come on. Allemaal silvers. Misschien zitten hier nog meer. Wow, hier zit allemaal lava. Oh my god. Ik vind nu alleen maar iron, eigenlijk. En andere redstone meuk. Oh, hier is volgens mij al een keer iemand geweest. Maar misschien hieronder zitten diamonds. Dat zou natuurlijk kunnen. Diamonds. Ja, ik vind nu ook niet heel erg veel boeiends meer. Hey, maar wie weet hebben we de volgende keer weer net zoveel geluk als deze aflevering. Want, dames en heren, we hebben echt veel geluk gehad. 19 diamonds erbij. Meteen een nieuwe diamond pickaxe. In totaal 25, hè? In totaal 25. En Peter weet ondertussen wat hij moet doen. Peter, heel erg veel succes. En ik hoop dat het gaat lukken, dat zij jou ook leuk vindt. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check links kanaal en tot morgen om 7 uur. Peace! Peace. En het begint te onweren, dus het is maar goed dat het afgelopen is. Doei! Woe.